De bekende en ontzettend goede applicatie voor mensen die meerdere valuta moeten managen, Revolut, heeft inmiddels aangekondigd dat als je in Nederland woont, je een Nederlandse IBAN krijgt. Wat zijn de consequenties? Nou, eigenlijk helemaal geen. Want de illusie van sommige mensen is dat omdat het bedrijf in Litouwen stond, de Nederlandse Belastingdienst geen weet zou hebben van de vermogens en tegoeden die je bij die bank Revolut aanhoudt. Nou, dat is niet zo en dat is ook nooit zo geweest. De bank opereert binnen de SEPA en dat betekent ook dat het automatisch daarmee binnen de EU functioneert. En dat betekent dat alle bankgegevens, met name de eindsaldi op 31 december, gewoon worden uitgewisseld. Dat was al zo toen je nog een IBAN had die begint met LT. En dat blijft ook zo nu je een IBAN hebt met NL. Dus je kunt het maar beter gewoon accepteren. Te meer omdat als je zegt ik wil het per se niet, Revolut doodleuk dreigt met het bevriezen van je accounts en het opheffen van de relatie.